Goedendag allemaal. Het is vandaag 22 januari 2021. Het is vanochtend een beetje helder, een beetje vriesachtig. Het is nog steeds geen echte winter, maar ja goed, er zit ook eigenlijk niemand serieus op te wachten, behalve misschien de fervente schaatsliefhebbers. Wat wel belangrijk is, we kregen gisteren te horen, vanmorgen was het geloof ik, dat de agrarische export van Nederland het afgelopen jaar weer licht is gestegen tot 95,6 miljard euro. Een onvoorstelbaar groot bedrag en natuurlijk een verschrikkelijke knappe prestatie dat wij dat in Nederland met de totale agrarische sector weer voor elkaar hebben gekregen. Moeten we wel bij zeggen dat het grootste gedeelte van dat bedrag terecht kwam uit de sierteelt en de boomsector. Dus ja, dat is toch wel weer even een nuance in het totale bedrag. Want lang niet iedere boer zal staan te juichen bij deze cijfers. Want zo juichend is het ook niet in bepaalde sectoren. Want neem nou de aardappelsector. Die er een beetje verstand van heeft, die weet hoe het daarbij gesteld is. Hè? Want de aardappelprijzen zijn tot een minimum gedaald voor de telers. En dat komt dan vooral door de coronacrisis, waardoor er maar nauwelijks nog friet wordt gegeten. En dat heeft tot gevolg natuurlijk dat er ook geen export is met alle gevolgen van dien. Dat is nou helemaal het feit. En ja, zo zie je maar weer hoe cijfers kunnen bedriegen. Hè? Want ze geven natuurlijk een prachtig beeld, maar dat is dus niet de echte werkelijkheid. Normaal gesproken werden deze cijfers altijd bekendgemaakt in Berlijn tijdens de Grüne Woche. En dan kwamen wij met die cijfers als Nederland naar buiten. En dan werd dat breed uitgemeten in de kranten. Maar ja, de Grüne Woche gaat dit jaar niet door. Ook allemaal weer vanwege die vermaledijde coronacrisis. Dus de traditionele mooie plaatjes die we altijd zagen van vrouw Antje met van die mooie ronde kazen. Ergens op de Kurfürstendam of bij de Brandenburger Tor. Allemaal niks van waar dit jaar. Dus wij moeten het gewoon doen met de kale cijfers zoals die nu zijn gepubliceerd. En die desalniettemin toch natuurlijk bijzonder indrukwekkend zijn. En die exportcijfers, daar kunnen wij natuurlijk als totale agrarische sector best wel trots op zijn. Maar we moeten ook beseffen dat er in Nederland in het politieke spectrum ook nogal wat partijen zijn die daar grote vraagtekens bij zetten en zeggen, ja luister eens hier, we zitten wel te exporteren, maar tegelijkertijd zitten we hier het milieu in ons eigen land daardoor een beetje te verpesten. En moet je eens kijken wat dat allemaal teweeg brengt. En zij noemen dan het bekende riedeltje, te veel vee, chemische middelen, wat ze dan nog steeds gif noemen, u weet het wel, het milieu, het mestprobleem, etcetera, etcetera. Maar laten we dat maar even van onze schouders afglijden en laten we blij zijn dat we natuurlijk zo een mooi resultaat hebben behaald met z'n allen, agrarische sector. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, door al wat die mensen dan roepen, waar we het net over hadden, te veel vee, chemische middelen, mest en zo, zie je de belangstelling voor de biologische teelt, de biologische landbouw, die neemt bij de boeren af. Dat lazen we in de krant en daar wordt geklaagd dat er steeds minder boerenbedrijven zijn die de overstap willen maken naar de biologische sector. En dat komt omdat het een vrij lang proces is. Alvorens je bent overgeschakeld en je volledig als biologisch wordt herkend, dat kost tijd en dat kost ook nog eens geld. En dan is het nog maar de vraag natuurlijk, ja, waar gaan die producten naartoe? Kun jij met die producten een goede boterham verdienen? Ja, en dat blijkt toch eigenlijk minder rooskleurig te zijn dan veelal werd gedacht. En daarom is ook het enthousiasme natuurlijk niet zo buitengewoon groot van de boeren om te zeggen, weet je wat, we gaan eraan beginnen. En bovendien, we moeten het ook niet al te rooskleurig voorstellen. Hè? Want ja, ook weer in sommige kringen wordt dit als heiligmakend voorgeschoteld, dat biologisch, dat zou het zijn. En laten we natuurlijk eerlijk zijn, een biologische teelt, biologische agrarische productie, die zou onze levensdagen de wereldbevolking nooit kunnen voeden. En wat wil je dan? Wil je dan de mensen laten verhongeren of wil je ze dwingen biologisch te eten?
maar dat dat gewoon niet lukt. Dus er zijn bepaalde processen die hebben tijd nodig en dat zullen we dan ook wel moeten aanvaarden. Maar toch, naar onze mening, blijft dat hele biologische een beetje een hobby. Een beetje een hobby van, ja, van enkele en vooral degene uit de grote steden die daar dan vooral natuurlijk op inzetten. Maar oké, de consument die staat niet te dringen om bioproducten te kopen, want ja, ze zijn gewoon duurder dan het gangbare product. En alles wat duurder is, ja, daar zijn wij Nederlanders natuurlijk altijd wel heel alert op. Want dan kijken we naar iets wat goedkoper is en ook goed is. En laten we dat nou toch nog eens een keer heel goed onderstrepen voor al diegenen die denken dat biologisch de toekomst is. Maar het gewone gangbare product van de agrarische sector, dat is natuurlijk ook prima. Dat is goed en dat is perfect en daar bekeert helemaal niks aan. En ja, soms wordt het ook heel erg vergezocht in de biologische sfeer. Hè? Want wat denkt u nou van het product biologische zuivel? Dat is toch eigenlijk een beetje vergezocht. Hè? Want kijk eens naar onze koeien, hoe onze koeien leven en hoe onze koeien worden behandeld. Dat is toch zonder dat je daar biologisch op plakt, sowieso al biologisch. Hè? Ze krijgen van alles zomaar van het veld en van de uiterweilanden. Ze worden verzorgd tot en met en uiteindelijk komt er uit die uiers gewoon melk. En dan kan je toch niet zeggen dat dat dan biologische melk is. Maar goed, als je dat wil geloven, ja, dan moet je dat ook maar geloven. Hè? Want ja, zoals het nu in de melkveehouderij toegaat over het algemeen, is dat al sowieso 100% biologisch. En dan kan je er nog wel een sausje overheen gieten. Ja, en dan is het misschien nog leuker voor bepaalde mensen. Maar wij zijn niet de enige die het over biologisch heeft. Want kijk eens, dit troffen we gisteren in onze krant aan. De supermarktketen Lidl bijvoorbeeld. Die had gisteren deze hele pagina in de krant met de kreet: deze week meer dan 80 biologische producten. Nou, u ziet het. U ziet al deze producten. En ja, die zijn dan ook nog eens een keer waarschijnlijk een beetje goedkoper dan de gewone producten misschien. Maar ze beweren nog meer, hè, wat ze zeggen hier, dat ze de goedkoopste zijn, deze Lidl. Ja, hoort u dat? De goedkoopste. Albert Heijn kan daar dan nog een puntje aan zuigen misschien. En dat ze 9 keer de beste in groente en fruit zijn uitgeroepen. Ja, het is toch bijna ongelooflijk dat zo'n keten dat allemaal voor elkaar krijgt. Maar ja, de kwestie is dat je het ook allemaal moet geloven. Hè? Want biologisch, ja, biologisch, dat is fantastisch. Maar is het ook werkelijk zo dat het zo beter is? Is het lekkerder? Zou je het kunnen proeven, vragen we ons wel eens af. Sommigen beweren van wel, hè? Die zeggen ja, je kunt het proeven aan een aardappel dat die biologisch geteeld is, je kunt het proeven aan een worteltje of je kunt het proeven aan de spinazie enzovoort enzovoort. Maar geloof je dat nou ook echt? Want dan zouden wij dat pas echt geloven als die mensen een blinddoek werd omgedaan en dat ze dan mochten proeven, blind proeven zoals we dat noemen, tussen de gewone gangbare producten en het biologische product. En wij denken, wij weten het bijna zeker, dat daar nauwelijks een verschil in te proeven is. De ogen en de gedachten, die worden natuurlijk beïnvloed. De smaak wordt daardoor beïnvloed. Maar als je het niet ziet, dan denken wij dat je nauwelijks verschil zou kunnen proeven. Je zou schrikken van het resultaat. Niet te proeven. Maar ja, goed, dat zou dan een grote tegenvaller zijn voor de mensen die het biologische natuurlijk ondersteunen en willen promoten. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe biologisch bent u eigenlijk zelf? Denkt u daar wel eens over na? Hoe leeft u? Als u het dagelijks leven leeft van 's morgens tot 's avonds en van week tot week en van maand tot maand en jaar tot jaar. Hoe biologisch leeft u dan zelf? Of schuift u dat van uw schouders door bijvoorbeeld alleen maar wat biologische producten te kopen en het daarmee af te doen en dan te denken, nou, ik ben biologisch, ik ben vegetarisch, et cetera, et cetera. Maar goed, ik denk dat wij boeren zullen relatief weinig biologische producten kopen. Want wij geloven natuurlijk gewoon in onze eigen gangbare producten. En waarom zouden wij dan
die geloven in onze eigen gangbare producten biologisch gaan kopen. Dat zou een beetje tegenstrijdig zijn. Natuurlijk zullen er altijd uitzonderingen bestaan. En je hebt dat soms met kinderen. Met kinderen van boeren die op school worden opgehitst door onderwijzers en onderwijzeressen. Die dat hele biologische gebeuren promoten. En dan zullen ze misschien thuis gaan klagen. Waarom eten wij geen biologisch? Maar goed. Een goed ouderlijk advies zou dan zijn, kijk eens wat wij hier produceren, dat is toch ook lekker en helemaal goed. Of niet dan? Wij denken dat de meeste biologische aanhangers dan ook niet op het platteland zijn te vinden, maar vooral in de grote steden en dan nog met name in zo'n vrijstaat als Amsterdam. Maar goed, laat dat maar zo zijn. En wij gunnen de biologische telers van harte een goede boterham. Want waarom ook niet? Hè? Als je een nieuwe markt aan kunt boren en je hebt daar afnemers voor, dan moet je daar blij mee zijn. En daarom zullen we het ook niet afdoen als onzin. Laat ze maar een boterhammetje eraan verdienen. Goed, beste mensen, dat was dan weer bijna voor vandaag. Maar we leven vandaag dus op 22 januari. En wat gaat er morgen gebeuren? Ja, je weet het, we gaan in de avondklok. Om 9 uur mag je niet meer op straat komen, mag je eigenlijk met uitzonderingen dagen laten niet meer buiten komen. En ja, dat zal onze zorg zijn, want wij wonen op het platteland en wij komen sowieso 's avonds na 9 uur nooit meer op straat of gaan nooit meer naar de stad. Wat is voor ons eigenlijk allemaal een terrein waar we toch liever niet zijn. Dus voor ons maakt het niet veel uit. Wij hebben een grote tuin en we kunnen rondlopen en de frisse neus happen. Maar ja, er zijn natuurlijk toch een hoop mensen die daar wel veel last van hebben. En dat is, ja, dat is jammer voor ze. Maar het is maar 3 weken, mensen. En dat zou je toch uit moeten kunnen houden. Denk eens aan al die mensen die niet meer van bed af kunnen komen en die bedlegerig zijn en nooit naar buiten kunnen. En nu zou 3 weken na 9 uur niet meer buiten kunnen komen. Nou, dat zou ik dan maar gewoon accepteren. En gaat ook allemaal weer over. Goed, dat was voor van de week. Ik zou zeggen, geniet van de week. We zitten al aan 22 januari. Het is bijna niet te geloven dat we al een heel eind in het jaar zijn opgeschoten. En wat voor jaar gaat het worden? We gaan er geen voorspellingen over doen, want die zullen geen van allen uitkomen. Want we kunnen ook niet in de toekomst kijken. Ik zou zeggen, Oudoe, de hartelijke groeten van Marijntje. En bij leven en welzijn, tot volgende week. Oudoe.